We zijn te gast hier in Sociëteit de Witte voor de 26e bijeenkomst van de Tilburg University Society. Dit keer over klantgerichte innovatie, een heel belangrijk thema. We hebben twee eminente sprekers. De eerste is professor Bart Bronnenberg, hoogleraar marketing aan Tilburg University, die het onderwerp zal inleiden en ook op Schumpeteriaanse innovatie zal ingaan en wat dat betekent voor bedrijven. En de tweede inleider is Ronald de Jong, Executive Vice President en Chief Market Leader van Philips, die ook natuurlijk heel erg nauw betrokken is bij de opsplitsing van Philips in de Health en de Lighting divisie. Hij zal daar ook uitleggen wat de overwegingen daarbij zijn. En vervolgens zullen wij natuurlijk, zoals gebruikelijk, een discussie hebben met de hele groep van deelnemers over dit onderwerp en wat dat betekent voor bedrijven, maar ook voor de samenleving in termen van het richten op de klant in termen van innovatie. Ik ga vanavond een inleiding geven in het kader van de Tilburg University Society op het gebied van klantgerichte innovatie. Allereerst ga ik belichten dat innovatie, en met name voortdurende productinnovatie, vaak toch op de lange termijn leidt tot heel erg concurrerende markten. Misschien als gevolg daarvan hebben bedrijven zich de laatste tijd meer en meer gericht op, in plaats van productgerichte innovatie, klantgerichte innovatie en nadenken over hoe hun producten passen binnen het leven en de tijdsbesteding van hun klanten. Ten derde wil ik het hebben over hoe de klantrelaties die daaruit voortvloeien, blijkens wetenschappelijk onderzoek, vaak verrassend duurzaam zijn. Dus we gaan het vandaag hebben over klantgerichte innovatie, over hoe bedrijven in plaats van na te denken in termen van innovatie van producten, gaan nadenken over oplossingen voor consumentenproblemen, waarin hun producten uiteraard een belangrijke rol spelen, maar waarbij ook de tijdsbesteding van consumenten en de relatie van producten met die tijdsbesteding heel erg belangrijk zijn. De kern van mijn verhaal vanavond zal zijn het belang van innovatie om ervoor te zorgen dat je relevant blijft. Het thema van vanavond is klantgerichte innovatie. En vaak zien we dat als productinnovatie en technologische innovatie. Ik zal in mijn betoog aanproberen te geven dat ook innovatie in klantenrelaties, in businessmodellen en verdienmodellen bepalend zijn in de wereld van vandaag. En daarnaast zal ik een voorbeeld geven uit mijn eigen bedrijfspraktijk dat de ultieme vorm van innovatie creatieve verwoesting is. En soms betekent dat je als bedrijf ook jezelf moet uitvinden, opnieuw moet uitvinden om relevant te blijven in de maatschappij van vandaag. Dat gaat de kern zijn van mijn betoog vanavond, waarop ik me zeer verheug.